Dan gaat het alarm alweer. Dat betekent dat een volgende knal mogelijk is. Mijn naam is Tom, ik ben 30 jaar oud. Ik ben, in tegenstelling tot de militairen, ben ik hier naartoe gezonden door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, het ging eigenlijk wel. Ik moet zeggen, we hebben nu al een keer geoefend, dus ja. Als je dan nog een keer meemaakt, dan weet je ongeveer wat er gaat gebeuren. Je weet dat je je moet laten leiden. En dat ging volgens mij ongeveer. Ik ben hier actief als POLAD, zoals dat heet. Dat staat voor politiek adviseur. En als POLAD denk ik dat je dat het beste kunt omschrijven als iemand die de schakel vormt tussen de Afghaanse overheid hier op het provincieniveau en de militaire missie. Nou, de training zit erop. Was wel weer een hele goede training. Het is goed om even te weten wat er kan gebeuren. Als ik naar buiten ga, krijg ik altijd medewerkers mee van ons Close Protection Team. En zij zijn er puur om in de gaten te houden dat als er iets gebeurt, om mij dan zo snel mogelijk uit de penarie te halen. En dat geeft wel mij heel erg veilig gevoel. Ik moet zeggen, de samenwerking met Defensie werkt buitengewoon goed. We zijn nu onze derde locatie, laatste locatie van vandaag gearriveerd. Heel officieel heet het een 3D-missie. Het staat voor Defense, Diplomacy en Development. En met name die laatste twee onderdelen daarvan, dus Diplomacy en Development, dat is iets waar de medewerkers van Buitenlandse Zaken voor zijn toegevoegd aan deze missie. Wat denk je ervan, Kees? Het ziet er geweldig uit. Ik denk dat we hier heel veel progress maken. En dat we heel veel mensen van de straat houden die hier aan het werk zijn. En dat is ook heel erg belangrijk. Hey, even zwaaien. Laat ze nou zo hoi. Hey! Het is inmiddels 9:30 s'avonds en ik heb me voorgenomen om nog even lekker te gaan sporten. Als we hierin lopen, dan komen we bij de cardio-ruimte. Voor als ik dadelijk wordt opgehaald om mee naar het politietrainingscentrum te gaan, loop ik nu even naar de poort van de Slowaken. De Slowaken bewaken zeg maar de ingang van de binnenring van het kamp. En dat doe ik omdat er een verzoek is gekomen van de culat om iemand binnen te laten die niet gefouilleerd moet worden. Fouilleren wordt hier in Afghanistan gezien als iets wat ze absoluut onprettig vinden. Iets een beetje vernederend zien ze het zelfs. Maar ja, voor de veiligheid is het wel belangrijk dat de mensen hier gefouilleerd worden. Dan wordt hier nu doorgebeld. Ja, en de rest van de groep zal gewoon gesearched worden. Maar deze persoon, omdat die dus extra belangrijk is, krijgt dan eigenlijk een soort van speciale behandeling van ons. Dat die niet gesearched hoeft te worden. Hier komen de vier bezoekers van onze culat aan. We weten dat we deze persoon kunnen vertrouwen. Nou, de groep zit inmiddels in de auto. En we rijden richting het volgende station waar